dagen heb ik meestal net zo'n mes of twee tekort. De planten hangen moedeloos te sterven in een pot. Twee stukken fruit zijn onherkenbaar aan elkaar gerot. De buurvrouw raakt al onraad, roddelt daar is iets niet pluis. Maar het is echt niet zo erg als het eruit ziet. Morgen komt ze thuis. Morgen komt ze thuis. De nachten zijn het langste, maar die hou ik juist heel kort. Kijk 10 keer naar het nieuws en daarna nog eens 5 keer voor de sport. En 's morgens is het omgekeerd, dan raak ik niet uit bed. En als het lukt, ontdek ik een kort koffie die ik gisteren had gezet. Oh, wacht.